Orange the World is een wereldwijde actie waarmee aandacht wordt gevraagd voor het geweld tegen vrouwen en meisjes. De kleur oranje staat centraal in deze campagne en daarom worden wereldwijd gebouwen oranje uitgelicht. De actie is 25 november van start gegaan op Internationale Dag tegen Geweld tegen Vrouwen. De actie is op dit moment halverwege. Hij loopt namelijk tot 10 december, de dag van de rechten van de mens. Wij doen al een aantal jaar mee met Orange the World. Want dat vinden we als gemeente Beuningen en ons ook raadsleden heel belangrijk om aandacht te geven aan geweld tegen vrouwen en meisjes. In Nederland, maar in de hele wereld. Dus daarom doen wij eraan mee. Nou, wij doen dat niet alleen, hè. Wij doen dat met de Soroptimistenclub en allerlei mensen uit de samenleving. De kerk die licht de kerk bijvoorbeeld uit en de molen doen ze zelf. Wij lichten het gemeentehuis uit als gemeente Oranje. We hijsen de vlag zometeen. En dat is symboliek, hè, om aan te geven dat wij erachter staan dat er aandacht is voor de positie van vrouwen en meisjes in de hele wereld. Want je ziet nu ook door alle oorlogen dat heel vaak oude mensen, kinderen en vrouwen de dupe zijn. En dat er nog steeds heel veel geweld is tegen vrouwen en meisjes, ook zelfs in Nederland. Dus we vinden het belangrijk om elk jaar daar een paar weken aan mee te doen om daar aandacht aan te geven. De actie is in gang gezet door de Soroptimistenclub. Een vereniging die zich inzet voor de rechten en de positie van vrouwen wereldwijd. Ja, de Soroptimistenclub is een soort club of vereniging, stichting van vrouwen, de Soroptimistenclub, die dit soort thema's ter harte nemen. En die zijn eigenlijk degene die begonnen zijn in Beuningen en Wiegen en Druten om hier aandacht voor te vragen. En die zijn in gesprek gekomen ook met de gemeente, dan kunnen we dit samen oppakken en dat doen we nu al een paar jaar samen. Het gemeentehuis in Beuningen hijst de vlag om deze actie te steunen. Ja, de vlag is ook dat iedereen kan zien, hè, dat nu de Orange the World weken er zijn om daar aandacht voor te vragen. En dat is ook een symboliek, hè, de vlag hijsen om daar aandacht voor te vragen. Je hebt ook een vredesvlag, hè, en op de regenboogdag doe je de regenboogvlag. Dus het geeft iets aan voor het gemeentehuis om daar ook aandacht voor te vragen. Oranje staat dus centraal in deze campagne. Deze kleur staat voor de zonsopgang, een symbool voor de dageraad in een wereld zonder geweld tegen vrouwen. Nou, daar heb je gewoon lampen voor, hè? En daar kan je het zo uitlichten. Maar het gaat eigenlijk niet om de kleur. Hè? Oranje staat voor, hè, dat geweld tegen vrouwen en meisjes. Maar wat je ermee wil laten zien eigenlijk in de hele gemeente, en deze acties in heel Nederland trouwens, dat wij aandacht vragen voor geweld tegen vrouwen en meisjes en voor de positie van vrouwen en meisjes in Nederland, maar over de hele wereld. Wat je er eigenlijk mee wil zeggen is dat wij vinden dat dat moet stoppen, geweld tegen vrouwen en meisjes. Vaak hebben vrouwen en meisjes nog achtergestelde positie in de samenleving. En wij willen dat iedereen gelijkwaardig is in Nederland en eigenlijk in de hele wereld. Maar dat is best lastig.